De president van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, is heel optimistisch gestemd over de Surinaamse economie. De koers is stabiel, de exporten stijgen en er komen steeds meer toeristen naar ons land. Dat zei Gersie na het jaarlijkse kerstconcert van de Surinaamse Bank. Het concert trok zoals elk jaar veel mensen die konden genieten van muziek, dans en voordrachten. Momenten van waarop hij stijgt en momenten waarop hij weer daalt. Het is een systeem dat we noemen een zwevend systeem, wat natuurlijk een beetje gemanaged is, dus managed floating. Dus dat kun je krijgen. Maar in deze periode zul je inderdaad merken dat die daalt, omdat we dan meer inflow krijgen van de vissen. Vanwege de vakantiegangers die er komen. Ja, dus dat is inderdaad zo, dat hij een beetje dalende is. De banken die kunnen toch vrij redelijk goed hoor, de importhandel voorzien, waardoor je niet echt een druk hebt op dit moment. Ja. Dus heel goed, hoe meer toeristen, dus u zegt er moeten meer toeristen komen zodat ze de druk weghalen van de valuta. Ja, meer toeristen, meer export, alles dat wat bijdraagt aan toevloei van deviezen is goed voor ons land. Als kerstboodschap gaf Gersie mee dat een ieder moet stilstaan bij de betekenis van het kerstfeest. Hij legde de nadruk op het samen zijn en de vrede. Wij het rustig aan moeten doen. Dat wij moeten proberen op de eerste plaats vrede in onszelf te krijgen. Zodat we ook vrede met anderen kunnen hebben. Dat we kunnen reflecteren. Zeg, wat is er allemaal misgegaan gedurende het jaar en wat gaan wij... Wat is goed gegaan en hoe kunnen we dat beter doen? Dat we optimistisch moeten zijn naar de toekomst. Want het is de geboorte van een kind geeft aan dus dat er gewerkt wordt aan de toekomst van iets nieuws. En ik denk dat we optimistisch moeten blijven. Natuurlijk ook hard werken, hè? Want optimisme alleen helpt niet. De president van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie. Hij sprak na het kerstconcert van de Surinaamse Bank.